Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. De winterstop is voorbij, daar ben ik heel erg blij mee, want dan kunnen wij weer lekker voetbal kijken en natuurlijk wedstrijdjes voorspellen. Dit als een hele bijzondere speelronde. Ten eerste, er zijn niet heel veel punten gescoord, maar de punten die zijn gescoord waren best wel interessant. Daar kom ik zo meteen op terug. Laten we eerst maar eens gewoon naar de uitslag gaan kijken. RKC Waalwijk verloor van ADO Den Haag, had ik persoonlijk zelf niet verwacht, met 0-1. Emmen verloor met 1-4 van FC Twente. Heracles verloor met 0-2 van Vitesse. PEC Zwolle AZ werd 1-1. FC Utrecht Groningen werd 2-2. Sparta Feyenoord werd 0-2. Heerenveen verloor verrassend met 1-3 van Fortuna. VVV wil met 2-1 van Willem II. En de topper Ajax tegen PSV werd 2-2. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. Ajax staat bovenaan met 35 punten. Dan komt PSV met 34 punten. Feyenoord staat derde met 32 punten. Ook Vitesse heeft 32 punten. AZ staat vijfde met 28 punten. Dan komen FC Twente en FC Groningen met 27 punten. Heerenveen staat achtste met 20 punten. En Sparta heeft 18 punten en staat op de negende plaats. Ook FC Utrecht heeft 18 punten. PEC staat 11e met 17 punten, Fortuna 12e met 16 punten, Heracles heeft 15 punten en staat op de 13e plaats, RKC en VVV hebben 12 punten, ADO staat 16e met 10 punten, Willem II op plaats 17 met 9 punten en FC Emmen onderaan met 5 punten. Dan gaan we naar de voorspellers. Top 8. Er waren meerdere mensen die op 8e plaats stonden. Daarom staan ze hier niet bij. Maar wat heel bijzonder is, zijn twee dingen. Ik ben een keer dagwinnaar de eerste keer dat seizoen. Het moest pas. Het lag aan 2020. 2021 wordt mijn jaar. Ik ben meteen weekwinnaar. Samen met Jesper. Die had ook de meeste punten behaald. En Romano. En wat daar heel bijzonder aan is, is dat het de eerste keer was dat hij meedeed. En meteen weekwinnaar. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus dat is heel bijzonder. Verder is er ook bijzonder dat zowel Mikey als Gerbe dezelfde aantal punten hebben. Dilano en Nak hebben dezelfde aantal punten. En Tijn en Jesper hebben hetzelfde aantal punten. Luc staat natuurlijk nog op eenzame hoogte met 132 punten. En verder kun je zien, die kant, wat een mooie punten iedereen heeft behaald. De volledige stand staat natuurlijk in de beschrijving. Er zijn weer twee nieuwe mensen die hebben meegedaan. Dus voor die is het nieuw, kijk even in de beschrijving van de video en dan kan je zien hoeveel punten je hebt gehaald. Dan gaan we naar de midweekse speelronde die deze week gaat plaatsvinden. Vitesse moet tegen FC Utrecht, wordt een leuke wedstrijd denk ik. Heracles tegen FC Emmen. De topper PSV tegen AZ. ADO krijgt VVV op bezoek. Fortuna moet tegen Sparta. Feyenoord tegen PEC Zwolle. Heerenveen tegen RKC. FC Twente tegen Ajax. En natuurlijk Willem II tegen FC Groningen. Voordat ik de video eindig, is het even belangrijk om te weten dat er vrijdag, als het goed is, of donderdag of vrijdag, als het goed is, weer een nieuwe aflevering komt. Ben zo snel mogelijk er op tijd bij om de wedstrijden te gaan voorspellen, want er is meteen het weekend daarna weer een speelronde. Ik hoop dat ik het haal, dat ik het zelf niet vergeet. Want dat is een beetje tricky met zo'n midweekse speelronde. Dus let er alsjeblieft op. Dan zie ik u heel graag aanstaande donderdag of vrijdag bij een nieuwe video. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.